Dag allemaal, welkom bij de bespreking van Aeneas van Virgilius, boek 3, vers 1 tot 5. Hier begint boek 3, en het is niet zomaar dat hier een nieuw boek begint, want hier begint een nieuwe fase, namelijk het einde van de val van Troje is geweest en we beginnen nu aan de thuisreis van Troje naar Creta. Ah, Creta, ja, juist Creta. Lezen, post quam res Asiae priamique vertregentem immeritam visum superis. Nadat visum est superis, nadat er visum est, letterlijk het geleken had, geschenen had, door post kwam, krijg je had, hè, aan de goden. Ja, wat moet je daarbij denken? Je moet bijdenken, goed, nadat het goed geleken had aan de goden. En zo'n visum est betekent niet alleen zoiets van het lijkt, maar ook het lijkt goed, oftewel, het lijkt goed aan mij, oftewel ik besluit. En dat is wat hier bedoeld wordt. En dat, ja, hoe hadden we dat kunnen weten? Ja, eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat er een aantekening in het boek had moeten staan daarover. Want videri is niet alleen schijnen en lijken, maar ook goed schijnen en goed lijken. Dus oftewel, als je het andersom formuleert, besluit. Dus nadat de superi, dat zijn de bovenwonenden, oftewel de goden, datives hier, nadat aan de goden goed geleken had, nadat de goden besloten hadden om de res Asiae, de, ja, letterlijk de zaken van Azië, is accusatieve meervoud hier, leidend voorop, oftewel de macht van Azië. Ze gebruiken daar gewoon vaak een res voor, om de macht te, aan te duiden. En om het volk van Priamus te everter, letterlijk omver te werpen, dus kunnen we gewoon gebruiken, want dat begrijpen we wel. Maar dan immeritam, ja, wat ik eigenlijk niet zo onverdiend, maar hier gaat niet over een straf of zo, maar het concurreert met het volk is onverdiend. Ja, dat kan je niet zeggen. Het volk is, laten we zeggen, onverdienend. Het verdient niks. Het verdient die straf niet, zegt Aeneas. Wij zouden kunnen zeggen onschuldig. En het onschuldige volk van Priamus omver te werpen. Even opletten. Perspectief. Heel duidelijk natuurlijk van Aeneas, van de Trojanen. Want die zegt natuurlijk immeritam. Daar zijn we in aan het kijken. En dat postkam gaat door, want we zeggen en. Hè, dus dan blijf je in dezelfde bijzin toestand werken. Wat hier niet het geval is, want hier staat geen en of zo dergelijk. Dus hier begint de hoofdzin pas. En nadat dus. Superbum ilium met trotse Troje. Kekidit. Gevallen was. Niet kekidit, niet van kaidere, maar van kadere. Dus gevallen was. En dan krijg je opeens een presens nadat rookt. Ja, oftewel nu, zou je kunnen zeggen, nu het, of toen het, Neptunische Troje, het Troje van Neptunus, omnis, geheel, in zijn geheel, ab humo, vanaf de bodem, helemaal, vanaf de bodem, vanaf de grond, rookte, toen, diversa exilia et desertis quaere terras auguriis agimur divum. Worden wij gebracht en geleid, misschien wel iets als gedwongen hier, om wat te doen? Om diversa exilia, letterlijk verschillende ballingschappen, laat ik even staan, en desertas terras, letterlijk iets als verlaten landen, oftewel nog lege landen, waar nog niemand anders woonde, te zoeken, quaerere, auguriis divum, ablativus augurium is een voorspelling, voorteken, dus hier door voorspellingen, door voortekens, divum, van de goden. Divum is degene die is meer van het, dus lees eigenlijk divorum, van de goddelijken, is dan weer van de goden, dat is deorum. Maar dat hebben we al heel vaak zo vaak gezien, dat moeten we wel inmiddels herkennen. Even om bij het laatste te beginnen, want ik ga natuurlijk nu terug met het bespreken van de stijlfiguren. Die voortekeningen, welke waren dat natuurlijk eigenlijk? Denk bijvoorbeeld aan de vlammetjes op het hoofd van Julius, van Ascanius, die gezien werden. Als teken dat hij later een grote toekomst tegemoet ging, naar buiten Troje. De vallende ster, die viel op een gegeven moment in het verhaal als teken van, dit moet wel een ware uitspraak zijn die gedaan werd op dat moment. Dus dat zijn de voortekeningen waarop gewezen wordt. En dat ze van de goden staan, dat wordt dus extra benadrukt dat het woord achteraan staat. Niet normale volgorde, auguriis divum agimur, dat is natuurlijk ook niet metrisch, maar het is ook expres gedaan. Zodat divum, het is een goddelijke opdracht, dat wordt achteraan gezet. Exilia, ballingschappen,
Ja, die kan je niet echt aan ballingschappen opzoeken. Nee, het zijn natuurlijk een metonymie eigenlijk, hè? Of ik zou kunnen zeggen poëtisch meervoud om te beginnen. Dus worden wij gedreven een verschillende ballingschap op te zoeken. Een afgelegen, verschillend, ja. Hier is iets als diversus, als een ver weggekeerd, ofwel afgelegen ballingschap op te zoeken. Nou, je kunt niet echt een ballingschap opzoeken, want het is niks. Het is niet iets concreets. Het is een abstractum pro concreto, oftewel een soort metonymie, namelijk een plaats van ballingschap, ofwel een ballingsoord, noemen wij dat ook wel. Dus een afgelegen ballingsoord te zoeken. Het Neptunische Troje, het staat ook in het examenboek van dit jaar. Troje van Neptunus, hoe wordt het hier Neptunisch genoemd? Nou, je moet weten dat de stichter van Troje, dat was, toen was het Laomedon, die heeft hulp gehad bij de bouw van Troje door van de goden Neptunus en Apollo. En, maar was niet heel erg dankbaar na afloop. Dus, eigenlijk was Apollo was ook niet zo blij, maar die is wel trouw gebleven aan de stad. Maar Neptunus heeft zich afgekeerd van de stad en heeft zich gevoegd bij de Grieken om Troje te vernietigen. Dus eigenlijk is Neptunus zowel verantwoordelijk voor de bouw als voor de vernietiging van Troje. Aan het begin en aan het eind staat hij heel duidelijk als veroorzaker. Dus vandaar kun je zeggen dat het eigenlijk zijn speeltje is geweest. De Troje van Neptunus. Hier is ab weggelaten, zei ik al. Ab humo, vanaf de bodem. Dat is natuurlijk een poëtische eigenschap, het weglaten van voorzetsels. En ik zei hier al dat het een ellips was, natuurlijk, van est. Wat je ook ziet hier is res asiae priamique gentem. En dan heeft er wel emeritam erbij, maar dit is natuurlijk accusativus, genitivus, genitivus, accusativus. Dus een chiasme. A, B, B, A. Dit, evertere, omverwerpen, en trouwens ook keki dit, viel, ja, is natuurlijk niet letterlijk alsof je een stoel omgooit of zo, of dat die stoel omvalt. Nee, het is een volk en een stad en een heerschappij. Het is niet letterlijk, het is als het ware dus metafoor. Voor de duidelijkheid. En wat je nog meer ziet, hè, opsomming, que, et, met verbindingswoordjes, een beetje polysyndeton-achtig. Maar als je er nog een keer goed over nadenkt over de inhoud, de heerschappij en het volk omverwerpen en trots Troje viel en Troje rookt helemaal vanaf de bodem. Hij zegt eigenlijk drie keer, vier keer misschien wel hetzelfde. Beetje tautologisch-achtig. Tautologie denk ik zelf aan. Of je zegt van ja, maar het is eerst het omverwerpen van het volk en op een gegeven moment valt die stad ook helemaal in elkaar. En ten slotte nu ook presens, hè. Is hij aan het roken, dat er een soort van chronologische opsomming in zit van de details van de val van Troje. Dat zou je natuurlijk ook heel goed kunnen beweren. En dan is het misschien een beetje een climax. Maar goed, dat is kwestie van interpretatie. Tot slot, ik sluit af met het opmerking dat hier sprake is van een enjambement. Keki dit que superbum ilium. Ilium staat helemaal in zijn eentje aan het begin van de volgende regel. En daardoor krijgt het wat extra aandacht. En dat geldt ook trouwens voor Neptunia Troja, is geen enjambement, maar het staat wel expres achteraan, want daar gaat het om. Leuk hè, trouwens, Troje en Ilium, steeds verschillende benamingen, samen in één vers. Ook weer leuk, zie je de variatie die de dichter toepast. Dank voor de aandacht en tot de volgende keer.